Goedemorgen allemaal, wij zijn de familie Groen, ook wel de Groentjes en welkom in deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is nu 10 uur en ik heb net alweer ruim 1,5 uur gewerkt op mijn vrije dag. Maar goed, juf. Leerkracht moet je ook natuurlijk thuisonderwijs geven. En dat is wat ik net heb voorbereid. Ik heb de ouders een soort schema gemaakt. Of in ieder geval gestuurd. Met daarin wat werk en materieën en wat informatie voor ze. Wanneer ze bijvoorbeeld ook materiaal op kunnen halen. Dat soort dingen. En zometeen komt er eventjes een vriendin even een kopje thee / koffie drinken. En daar heb ik wel even zin in. Even samen bijkletsen. En... ja, Mitte ligt nu even in de box. Die had zich net weer verslikt. Maar goed, morgenochtend om 10 uur heb ik een afspraak bij de kinderarts. En dan gaan we even wat dingen bespreken. En dat was het denk ik eventjes voor nu. Mogelijk. Oh ja, vanmiddag heb ik nog een vergadering voor de Floriade. Online vergadering. Floriade inclusief heet dat. Nou, de receiver zelf wel, wat er allemaal nog komt. Goedemorgen, dinsdagochtend. Gisteren niks gefilmd. Want het was ook een beetje saai om te filmen, want ik was alleen maar aan het werk voor school. Of in ieder geval best veel. En ik had nog vergadering van Floriade. Daar kom ik later nog wel even op terug. Mitte is er klaar voor. Want we gaan naar de kinderarts toe. Ja. En sinds gisteren heeft Mitte een nieuw medicijn. Domperidon Motilium. En we hopen dat ze daar wat minder misselijk van wordt. Waardoor ze ook minder gaat kokhalzen. Door er minder boertjes omhoog komen. Dus hopen dat dat snel een beetje zijn werk gaat doen. Het regent alleen echt vies hard. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat, dat we toch een beetje droog overkomen. Want we moeten even een klein stukje altijd lopen. En ik weet niet waar nu de scherm is van Mirtha. Misschien ligt hij in de auto. En anders moet ik even kijken. Dat we even een pluim meenemen. Want het komt echt mijn bakje lucht uit. En ik haal dus een heel vrolijk meisje van de dagbesteding op vandaag. Ging het goed? Ze is alleen net even aan het roggelen. Ze moet even een paar keer goed hoesten. Ja, en dan gaat het wel weer. Het zit heel hoog. Niet op de longen gelukkig. Maar ja, hoop dat het snel oplost. Ik ben vanochtend met haar naar de kinderarts gegaan. Dat was heel fijn en goed gesprek geweest, hè? Ja, ga je het vertellen? Jatje moet even roggelen. Jatje even moet hoesten. Een paar belangrijke punten. We hebben afgesproken dat Mirtha dus nu een nieuw medicijn heeft. Dat is Motilium, oftewel Domperidon. En dat is ook wat meer om je maag weer meer te ontledigen beter. En ook minder oprisperingen en dat soort dingen, hopen we. Daarbij hebben we ook besloten samen met de MDL-arts van het AMC om Mirtha om een sonde niet dieper te leggen. Goed zo! Om de sonde bijvoorbeeld niet in de darmen te gaan leggen. Wat zou betekenen dat ook de voeding langzamer in moet lopen. Wat betekent dat Mirtha de hele dag en misschien ook nacht dus aan de voeding ligt. En dat is gewoon niet wenselijk op dit moment. En daar is Mirtha eigenlijk grofweg te goed voor. Op dit moment. Goed zo nou, hoor hem nauwelijks meer de roggel. Goed hoor, dat was hem hè. Voor de rest is besproken dat voorlopig ook geen zuurstof en zo is. Omdat ja, nog niet voorkomt dat Mirtha echt vast aan zuurstof nodig is. En ja, dat logisch is bij kinderen die wel altijd dat nodig hebben. Dat gewoon dus vaak nodig hebben. Dat dat in huis komt. Nou is dat bij Mirtha dus voorlopig gelukkig nog niet het geval. Voor de rest hebben we ook nog afgesproken dat we mogelijke verwijzing krijgen naar een speciale arts in het AMC. Een kinderarts die gespecialiseerd is in kinderen met een meervoudige beperking. Zoals deze druif. Hè? Ja hè? Lekker boef. Lekkere boef. Dat hebben we ook nog. Dus hebben we heel veel besproken. We hebben ook nog besproken hoe het met ons gaat.
Ja, dat we merken dat we gewoon tegen wat dingen nu aanlopen. En dat ons gewoon wat zorgen maakt. Baart. Nou, hoe werk en gezin nu te combineren is. Nou, ik vind ook dat ik het best wel lastig vind. Zeker nu met corona en de nieuwe variant. En dat dat best wel wat geregel en gedoe met zich meebrengt. En ik, in plaats van 2 dagen werk ik nu 7 dagen. En dat vreet best wel wat energie, merk ik. En dat is wel, wel jammer. En ook best wel zwaar, merk ik zelf. Dus al met al was het een heel goed gesprek. Ik kreeg nog een heel mooie foto van de dagbesteding. Want Mitte was in slaap gevallen. En dat is echt zo'n lieve foto. Kijk hier. Nou, dat is echt super lief, toch? Goedemorgen, woensdagochtend. Mitte wordt verneveld. Nou, het is een meisje. Het is ze. En die heeft dit hele leuke setje via Bundelboon. Hebben we weer leuke setjes uitgekozen. Dat is deze. Een van deze is van Molo. Die over je oor. Zo. Hey, hallo. Zo dan, hè. Maar deze vind ik echt zo leuk. En die broek, jongens. Eens kijken. Echt zo meer te dit. Het is dus woensdag. We gaan zo meteen deze vlog afsluiten. Het vlog wel iets meer op te gaan pakken. En wat leuke dingen te gaan plannen. Maar we merken ook dat we gewoon even die rust nodig hebben. En dan zijn de vlogs misschien wat korter dan je gewend bent. Is op zich ook niet erg. Myrthe heeft net heerlijk gewandeld. Kijk hier. Met een van de zorgverleners. En die is nu helemaal een beetje knock-out volgens mij. Hé, hey, je moet straks wel wakker worden weer. Hé? Ik heb vanmiddag een hele leuke gastles gegeven. Online, dat komt gewoon. En er zijn ook leuke reacties op gekregen. Dus wat ik echt, als jullie toevallig nu zijn gaan kijken. Heel erg leuk en bedankt dat ik iets over ons leven mocht vertellen. En een kijkje mocht geven in ons leven als ouder van een gehandicapt kind. Lijkt het jou nou ook leuk als ik dat kon doen een keer of op wat manier dan ook? Stuur even een mailtje naar info@degroentjes.nl. Zo, het is tijd om deze vlog af te gaan sluiten. Nou ja, zoals ik vertelde zijn we gisteren natuurlijk bij de kinderarts geweest. Dat was een hele goede gesprekken gehad en zo. Dat. Niet altijd even makkelijk, dit soort gesprekken, maar wel belangrijk, hè? Ja. We zijn wel een beetje op en moe, dus daarom zullen de vlogs ook wat anders zijn dan jullie van ons gewend zijn. Maar we hopen komende weken weer een beetje wat leuke vlogs weer te... Nou ja, leuk, gewoon. Dit hoort bij ons leven, wat nou leuk. Punt. Ja, nee, dat is uiteindelijk natuurlijk waarvoor het staat. Ja, precies. De leuke en minder leuke dingen. Gewoon laten zien hoe het is in ons leven. Ja. En dat is soms wat makkelijker voor ons. En soms wat minder makkelijk. En is de periode dat het even pittig is. Nou, precies daarom. Dus, ja. Ja, ik heb met Matthijs gaat dan net iets weer beter. En dan heb ik het gewoon even weer zwaar. Ja. En dan ook met school en de sluitingen. Dat valt allemaal gewoon even... Pittig, al het geregel. Maar dit weekend gaat Mitte als goed dus wel weer logeren. Moeten nog wel wat dingen voor geregeld worden. Want ze heeft nu nieuwe medicatie. Verneefapparaat moet wel mee. Ja. Dit weekend. Misschien moeten we wel haar laten verneven dit weekend. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Er zijn even wat regelzaken. Maar dan hebben we Ivo weer even weekend rust met z'n tweetjes. Je weet is dat weer ons wel gezien dat we nog even kunnen cashen. Ja, daar heb ik echt wel zin in. Even een goede wandeling. Misschien naar de hei of zo. Weet je, dat is altijd wel lekker. Ja, we moeten even kijken. Want de laatste tijd is het natuurlijk heel snel dat mensen naar de hei gaan. Dus ja, leuk. Maar nu vanmiddag was Mirte ook naar de hei. Was het heel rustig. Ja, oké. Okay, dus ja, we gaan het gewoon zien. Daarom. Dus, we gaan deze vlog afsluiten. Bedankt Ivo ook trouwens even nog voor alle kaartjes en zo die we gehad hebben. We gaan ze van de week weer even ophangen. Ik ben ze gewoon vergeten om het in een vlog te laten zien. Maar weet dat we het echt heel erg op prijs stellen. En heel erg waarderen, dat wilde ik zeggen. En dat echt heel lief van jullie allemaal vinden. Ook de kleine geitjes die er soms bij zitten. Echt super. En we wensen jullie nog een fijne week toe. En we zien jullie snel weer. Joep, doei! Doei.